Het is vrijdag en dan overlopen we in de afspraak altijd de politieke week. Vandaag doen we dat met Vlaams parlementslid Gwendoline Rutte, met politicoloog Stefan Walgraven en met de hoofdredacteur van De Standaard, Karel Verhoeven. Welkom bij de afspraak op vrijdag. Goedenavond, Karel Verhoeven. NG Electrabel versluist 1,2 miljard naar Frankrijk. En onze regering slaagt er niet in om daar een heffing op te leggen. Is dat niet helemaal tergend? Scherper krijg je de onmacht van de politiek niet, denk ik, in het hele dossier van energie. En wat je hier ziet, is hoe die regering gekneld zit, hoe wij gaandeweg op dat belangrijke aspect van energie als land machteloos geworden zijn, niets meer in handen hebben. Het enige wat de overheid kan doen om te temperen, is zelf geld uit te delen. En dat is natuurlijk een verhaal van vele decennia van afbouw, van loslaten, van korte termijn politiek geweest, waarbij er ideologische dogma's hebben gespeeld. We moeten dat niet meer in overheidshanden hebben en korte termijn opportunisme. De hele historie waarbij Electrabel in de jaren 80 in de generale maatschappij en die dan verpatst is aan de Fransen. En dan de doodsteek daarvan in 2005, want dat zijn de termen waarin je moet spreken. De doodsteek in 2005, waarin de regering Verhofstadt 2 samen met de lokale overheden uit geldnood, of om het geld te hebben, maar ook omdat de consument daar van alles ging bij winnen, het nodig geacht heeft om haar resterende aandeel 49,5% te verkopen. En sindsdien zou de consument er beter van worden en hadden wij nog één hefboom, en dat was de nucleaire rente. En dat heeft de vorige regering, Michel, die heeft daar een deal gesloten met Engie Electrabel, waardoor wij nu gehypothekeerd zitten en die nucleaire rente niet kunnen optrekken. Volledig machteloos. Goedenavond, Gwendoline Rutte, want u wou al meteen reageren. Het is inderdaad, zegt Tine van der Straat, de huidige minister van Energie van Groen, de schuld van de vorige regering en de vorige minister van Energie, mevrouw Marghem. Ja, misschien eerst beginnen met te zeggen dat er wel degelijk een bijdrage zal betaald worden. Dat komt een jaar later. Dus we gaan volgend jaar de belastingen, de extra heffingen en belastingen krijgen op de overwinsten van vandaag. Maar ik ben het met u eens, hè, dat als men met de wetenschap van vandaag terug zou kijken naar het verleden, men de dingen anders zou doen. Alleen, ja, op het moment dat die beslissingen zijn genomen, zaten we in een totaal ander tijdsklimaat. De Europese markt ging helemaal open. We spraken over Europese eenmaking. De euro werd ingevoerd. Ook de energiemarkt ging eengemaakt worden. Wat hebben we geleerd de voorbije jaren? Dat energie een strategische sector is en dat alle andere landen, en zeker de grote landen in de Europese Unie, dat altijd nog nationaal en nationaal strategisch blijven invullen. En dan sta je daar als klein land. Hè. Dus hadden we geweten vandaag, hadden we toen geweten wat we vandaag weten, dan waren misschien landen. Er waren toen stemmen genoeg die zeiden van doe dat absoluut niet, dit is een strategische sector, ja, dit hoort niet. Misschien ter correctie, of correctie is niet het juiste woord, de gemeenten hadden nog een aandeel, maar dat was een heel beperkt aandeel. 5%, ja. Dus je moet het ook niet voorstellen, nee, alsof de energiesector maar er was wel op dat moment helemaal in nationale handen was. Als er nu een verwijt is, en dat zie je, we zullen er zo bij komen bij de peiling, dat de elites niet gezorgd hebben voor dit land, voor de burger, dan is dat wel het traject van de afgelopen 30 jaar. En dat is de zakelijke elites die samen met de politieke elites besloten hebben dat het verkocht mocht worden. Ja, maar die 5% maakte op dat moment, kon ook onmogelijk de koers bepalen. Ik denk wat belangrijker is en wat meer speelt, is dat je, zoals andere landen dat wel hebben, van je energiesector een sector moet maken waar je om strategische redenen kan ingrijpen. Ik vind dat persoonlijk ook in de telecommarkt bijvoorbeeld, de strategische dreiging vanuit China daar. We zien ook dat de energiemarkt er zo in is. En dan moet je dat inderdaad niet volledig loslaten en denken dat de vrije markt het zal regelen, want de vrije markt is hier niet vrij en werkt ook niet volgens de regels van een vrije markt. Is dat nog terug te schroeven? Is daar nog iets van terug te schroeven of is deze boot voorbij? Goh, theoretisch kan je altijd heel veel. Hè. We zitten ook in een volle transitie als het gaat over energie. De manier waarop energie gemaakt wordt, zal veel meer decentraal gebeuren, hè, als het over hernieuwbare energie gaat. Ik denk dat het veel erger is. De premier moet nu naar Parijs, in de zwakke positie waarin wij staan, het vervolg van het nucleaire verhaal gaan vragen. Dus we gaan nog zwakker komen de komende jaren. Moet die generatie nu ook eens niet zeggen, sorry, we hebben ons gewoon echt vergist toen?
Goh, dat moet je aan die generatie vragen. Maar u voelt zich niet betrokken. Ik bedoel, u behoort niet tot die generatie, zegt u nu. Wel, ik ben een beetje jonger toch. Hè? En ik zat ook niet op een beslissende stoel op dat moment. Ik ben in 2012 partijvoorzitter geworden en toen lag het grootste deel van dit verhaal al achter ons. Ik weet wel dat ik bijvoorbeeld in een aantal andere dossiers van nutvoorzieningen, EANDIS bijvoorbeeld, mijn macht als partijvoorzitter heb gebruikt om toen te verhinderen dat de gemeente hun aandeel ging verkopen aan een Chinese investeerder, hè, op de lijn van Jonathan Honslag. Ik denk dat dat een goede zaak was. Maar kijk, je kan niet met de kennis van vandaag, kan je terugkijken, kan je een oordeel vellen. Je kan dan zeggen dat was niet wat het had moeten zijn. Maar zo werkt dat natuurlijk niet. Hè. We hebben nu ook geen glazen bol om te weten wat er binnen 20, 30 jaar gebeurt. En dat wist men toen ook niet. De sfeer op dat moment, ik zeg het nog eens, was een sfeer. We zitten in de periode val na de muur, eenmaking van Europa, de euro werd ingevoerd, de markten gingen open, Fukuyama had het einde van de geschiedenis voorspeld en men ging ervan uit dat Europa de Franse, energiemarkt u zegt als, zelf als dat een aantal andere Europese landen, en voornamelijk de grotere, die stap niet hebben gezet, nee, ondanks juist dat klimaat dat u schetst. Dus. En dat is een belangrijke les om te trekken. Als u dat bedoelt, ben ik het er helemaal mee eens en wil ik dat ook wel zeggen. Ook vanuit het liberalisme moet je die les trekken en moet je niet blind vertrouwen op een vrijmaking van markten. Voor een strategische sector moet je als overheid zorgen dat je je strategische belangen in de hand kan houden. Okay. Of dat dan wil zeggen dat je per se 100% aandeelhouder moet zijn en er een staatsbedrijf van wil maken, dat is weer een heel andere discussie. Daar ga ik niet van uit. Maar nu hebben we echt wel alle teugels uit handen gegeven. Ja. En nu hebben we er te weinig. En ik beklaag Alexander absoluut dat hij op die manier naar Parijs moet gaan. Ja. Goed. Goedenavond, Stefan Walgraven, politicoloog aan de Antwerpse Universiteit. Groenhout, voorzittersverkiezingen. Wat vindt u van de kandidaten die zich aanbieden? Wel, eigenlijk zoals meestal, als er voorzittersverkiezingen zijn, zijn het niet de politici die het meest bekend zijn, die ook het meest te verliezen hebben, die kandidaat zijn. Kijk naar mevrouw Rutte toen zij voorzitter werd. Zij was op dat moment niet een van de sterkhouders van de partij. Totaal onbekend eigenlijk. Ja, kijk naar Egbert Lachaert, kijk naar Joachim Koens. Eigenlijk de enige uitzondering die ik me kan inbeelden, heel recent, is Raoul Hedebouw. Raoul Hedebouw is voorzitter geworden van de PvdA, PTB. Dat was echt een van de sterkhouders, een van de centrale figuren. Dus wat we nu zien in Groen, dat iemand als Gustav Calvo of Petra de Sutter geen kandidaat is, ja, dat zag je ook in andere partijen. Ja, Petra de Sutter is minister, moet een job laten staan. Gustav Calvo heeft, buiten het feit dat hij parlementslid is, geen andere job. Schrijft een boek, Fuck de zijlijn, maar zet de stap dus niet. Zal zich wellicht onzeker voelen over of hij die voorzittersverkiezingen zou kunnen winnen. Is het dat, denkt u? Ik zie geen andere reden. Het zou ook natuurlijk kunnen zijn dat je, er wordt dikwijls gezegd, dat je termijn nodig hebt, dat je ver voor de verkiezingen voorzitter moet kunnen zijn om de partij naar je hand te kunnen zetten. Maar ik denk dat we nog relatief ver van de verkiezingen zijn, dus ik zie niet onmiddellijk dat de reden zou kunnen zijn. Goed, laten we dan naar de peiling gaan. De peiling in de stemming 2022. En daarin is de CD&V dus de kleinste partij van Vlaanderen geworden, terwijl de N-VA en Vlaams Belang strijden om de eerste plaats. Maar een belangrijk inzicht uit die peiling is misschien ook wel dat er voor onze ogen zich een politieke herverkaveling aan het afspelen is. Vlaams Belang is de grootste partij in Vlaanderen met bijna 23%, een winst van 4,5 procentpunt in vergelijking met de verkiezingen van 2019. N-VA belandt op de tweede plaats met 22,4%, nog altijd een verlies ten opzichte van die verkiezingen. Vooruit is de grootste stijger met 5,4 procentpunt. Socialisten zijn nu met voorsprong de derde partij. Dan volgen de Open VLD, net boven de 10%. Groen, net onder de 10%. En de PvdA, die met 9,1% behoorlijk vooruitgaat. CD&V is nu de kleinste Vlaamse partij met 8,7%. En dat is een verlies van 6,7 procentpunt in vergelijking met 2019. In mijn ogen, Vlaanderen heeft een maatschappelijk conservatieve, economisch liberale en sociaal voelende volkspartij nodig. En moesten wij een onafhankelijk land zijn met de allure van Beieren aan de Noordzee, voor mij is dat geen vloek, maar eigenlijk een wens, dan zou zo'n partij normaal bestaan uit de N-VA, het grootste deel van de VLD en eigenlijk het grootste deel van de CD&V. En moet die de natuurlijke leider zijn van dit land. We willen zoveel mogelijk mensen overtuigen dat die liberale recepten nodig zijn. Je gaat daar samenwerking voor nodig hebben. Misschien dat dat in een verre toekomst inderdaad resulteert in blokvormen.
verwarming. Maar die liberale partij op zich, dat liberale gedachtegoed, dat blijft uitermate relevant. Ik heb lang gedacht, ja, een christendemocratische partij, dat zakt toch niet onder de 20 en dan zeiden we 15 en nu zeggen we 10. Hè? Maar waar is de ondergrens? En dus dat die partijen zelfs met politiek uitsterven bedreigd zijn. En dus het is echt vechten nu. Herverkaveling? Ja, niet voor 24, maar daarna misschien wel. Hè. Ze is de score 8,7 geworden, Karel Verhoeven. Ja, CD&V kleinste partij. Er komen vervroegde verkiezingen. En de huidige voorzitter, Joachim Koens, is geen kandidaat. Dit is het einde van Joachim Koens. Hij heeft voor de korte pijn gekozen. De pijn die er toch zat aan te komen. Donderdag moest hij voor zijn partijraad komen. Enfin, met de partijraad vergaderen over de vervroegde verkiezingen. En wat je zou gekregen hebben, was de komende dagen toch een cascade van meningen. Verscheurend voor de partij. En de peiling is zo hard voor CD&V dat er eigenlijk geen hoop meer rest voor Koens. Als je naar de diepte kijkt, ze hebben geen toppers meer. Ze hebben geen thema's meer. En ze hebben kiezers die voor hen uit gewoonte stemmen en uit traditie. En dat alles samen is een verpletterend bilan. Dus deze voorzitter is, ik denk dat het een van de eerste voorzitters moet zijn die geen echte verkiezingen gehad heeft en op basis van peilingen aan moet aftreden. Ja, is het logisch dat in deze omstandigheden een voorzitter vertrekt of de handdoek in de ring gooit? Eerst en vooral, het is een hele moeilijke stijl, dus mijn respect ook voor Joachim Koens. En het feit dat hij hier, vind ik, dan verantwoordelijkheid neemt, zelfs zonder verkiezingen. Wat hij doet, is duidelijk zeggen, het gaat niet goed. En als jullie denken dat dit aan mij ligt, goed. Dan maak ik de weg open en ik leg hem open om andere recepten mogelijk te maken. Dat is een duidelijk signaal. Dat verdient ook respect, vind ik. Ja. Ja, wat denkt u, professor? Wel, daardoor zet je anderen uit de wind, natuurlijk. Hè. Met alle schuld beladen kun je vertrekken. En dat geeft misschien wel ademruimte aan de partij om te zeggen van kijk, we maken een nieuwe start. Hè. Een nieuwe start wordt gemaakt met een nieuwe voorzitter, een nieuwe naam, een nieuw congres. En ik denk dat dit een van de elementen is die daar... Maar goed, die peiling zet die partij ook onder druk in die zin dat de interne meningsverschillen bijvoorbeeld voorzittersverkiezingen, als er verschillende kandidaten zouden zijn die een verschillende lijn voorstaan, ja, als die verdeeldheid lang blijft aanslepen, ja, dan dat is natuurlijk ook niet goed voor een partij. Dus het mes snijdt wel een beetje langs twee kanten. Ik heb een beetje schroom om over andere partijen te praten, want je ziet dat er ook de mijne en het hele centrum het bijzonder moeilijk heeft. Maar ik denk dat zeker voor de christendemocratie, niet alleen in ons land, maar in het algemeen, het probleem veel fundamenteler is dan één persoon alleen. In de 21ste eeuw een christendemocratische centrumpartij zijn die in het verleden gebaseerd is op allerlei standen en organisaties en een verzuiling. En dat is helemaal weg. Dat moet je bijna helemaal opnieuw uitvinden. Als dat kan. Want je voelt ook in de samenleving dat ja, niemand echt rondloopt met de overtuiging ik ben een christendemocraat. Ik hoor heel veel mensen wel nog eens zeggen ik ben liberaal. Misschien helemaal niet Open VLD, dat is iets anders, maar ik ben wel liberaal. Van ingesteldheid qua wereldbeeld. Ik hoor heel weinig mensen zeggen ik ben christen of christendemocraat. Ja, want lost een voorzitterswissel, laten we de analyse maar eens uit de peiling proberen te halen, lost dat iets op? Als bij Groen er geen toppers zijn die denken dat ze het op 2 jaar kunnen klaren, dan is de uitdaging bij CD&V nog veel groter. Want je hebt hier uit de peiling komt een dubbel probleem, vind ik. Je hebt het probleem van de voorzitter en zijn personeelsbeleid. Maar je hebt ook het probleem dat de vorige voorzitter creëert, Wouter Beek, in de partij. En dat zie je in de diepte, dat de CD&V verliest het thema van de zorg. En dat is natuurlijk dramatisch voor zo'n partij. Ja, maak eens de analyse van CD&V. Ze behoudt haar kiezers niet. Nee, dus de overblijvende... Dus CD&V verliest kiezers, zowel aan de linker- en de rechterzijde. De kiezers die overblijven kunnen zowel naar links als naar rechts gaan, of toch grote gedeelten. Dus die partij wordt echt letterlijk uit elkaar getrokken. En buiten de thema's en de personen zou ik toch ook willen zeggen dat de partij op beide dimensies die ons politiek systeem beheersen, en niet alleen dat van ons, kijk rondom ons, dat zijn dezelfde dimensies, dat de partij daar geen duidelijke positie heeft. Dus sociaal-economisch zitten ze in het centrum. Maar ook sociaal-cultureel, wat betreft klimaat, migratie, democratie enzovoort, is de partij niet echt uitgesproken. En in een samenleving waar de extreme en de radicale, waar de heel duidelijke standpunten aantrek hebben, is dat een bijzonder moeilijke positie. Er zijn geen partijen... Bijvoorbeeld de Liberale Partij heeft het ook lastig, maar mensen weten wel
dat sociaal-economisch de liberalen voor vrijheid en dat die aan de rechterzijde zitten. En dus er is daar een soort identiteit. En die identiteit ontbreekt een beetje. Als ik aan mijn studenten moet uitleggen wat de christendemocratische ideologie inhoudt, ja, dat vind ik lastig om uit te leggen. Je hebt heel wat tijd nodig om dat uit te leggen. Terwijl ik kan makkelijk aan mijn studenten uitleggen wat socialisten, groenen en liberalen eigenlijk willen. En toch is er een paradox. Hè? De kiezer zegt dat hij centrum is, plaatst zichzelf in het centrum. Ja. Maar de partijen die in het centrum zitten, ja, die kunnen daar niet bij winnen. Het zijn de extremen, namelijk daarmee bedoel ik de uiterste van het spectrum, die erbij winnen. Ja, de ironie is eigenlijk dat als je de standpunten van kiezers bekijkt en je maakt die mix, dat die kiezer dan in het midden uitkomt. Maar dat wil nog niet zeggen dat die kiezer op dat pakket van standpunten van die partij, dat dat de dichtste partij is. Ja. Dus je kunt op een ideologische dimensie dicht bij iemand zitten en toch allemaal op die dimensie net de foute standpunten hebben. Okay. Waardoor je eigenlijk ver van de... En ik denk ook, een ander probleem is dat mensen niet duidelijk weten waar de partij voor staat. Dus onderzoek van 2019, dus een tijdje geleden, hebben gevraagd aan burgers om te zeggen, kijk, waar staan de partijen voor? Dit zijn thema's, zet de partijen daar eens op. Het meest fout plaatsing vond er plaats wat betreft de CD&V. En een toekomst als een kleine christelijke partij, zoals je in Nederland, niet de CDA, maar je hebt CU, ChristenUnie, SGP. Is dat iets wat de CD&V nog kan redden? Binnen CD&V was men de laatste tijd niet het idee van herverkaveling niet ongenegen. Weliswaar wellicht onder het voorwendsel of onder de voorwaarden dat zij mee aan het roer zouden zitten, wat nu er helemaal niet meer niet meer naar uitziet. En in Vlaanderen denk ik dat je niet de parallel met Nederland kunt maken. Sociologie en de achterban van het CD&V is helemaal anders. Eigenlijk, wat je uit de peiling leest, is een uitstervende achterban. Mm-hmm. Die partij nog heeft. En het grote probleem is dat die achterban, dat zag je bij de verkiezing van Koens, nog wel een voorzitter als Koens verkiest, terwijl ze ook Sammy Medi hadden kunnen verkiezen. En daar heeft die partij toch een strategische fout gemaakt als partij. Door Koens. U kunt hem niet met alle zonden van Israël beladen, maar zijn communicatie, zowel intern als extern, werd voor iedereen in de partij een heel groot probleem. Ja. Een kleine christelijke partij, ja, ideologisch christelijk bedoel ik. Zou kunnen, maar ik denk dat christendemocratische partijen de neiging hebben dat de spontane evolutie is naar conservatieve partijen. Maar dat plaatje is in Vlaanderen bezet, namelijk door de N-VA, die een uitgesproken conservatieve partij is op de twee grote dimensies. Dus daarnaar bewegen, ja, dat lijkt me geen optie te zijn. Ja. Dus maar waar haal je dan je identiteit vandaan? Waaraan denken mensen als ze aan de CD&V denken? Dat is die first. En niet veel dus op dit moment. Wel, toch niet wat de partij naar voren kan halen. Laten we de rest van de peiling er eens bij halen, professor. En we halen de grafiek er ook bij. Strijd om de eerste plaats. Want door de foutenmarge kan je eigenlijk niet zeggen welke partij de grootste is. Het is Vlaams Belang of N-VA? Status quo. 2019 was N-VA nog de grootste. In 2020 was Vlaams Belang even groot. En in 2021 en 2022 eigenlijk kunnen we daar helemaal niets over zeggen. Die partijen wisselen ook heel veel kiezers uit. Dus zelfs tussen 2019 en nu zie je veel kiezerstromen in beide richtingen. Ja, ik zou zeggen, de strijd voor het marktleiderschap, ik zou echt niet weten hoe dat afloopt tegen 2024. Tweede verrassing van de peiling, als je het verrassing kan noemen, is de winst voor Vooruit. Ja. Dus eigenlijk het omgekeerde bij de CD&V zie je gebeuren bij Vooruit. Die zie je elke keer, dus 19, 20, 21, 22, zie je elke keer stijgen. En die tendensen gaan ook relatief langzaam. Vandaar dat we redelijk zeker zijn dat we echt in de richting van een soort herverkaveling gaan, omdat het stabiel is. Het zijn trends. Soms zijn er peilingen die een beetje naar boven of naar onder uitschieten. Je ziet dit bij CD&V naar het negatieve, maar Vooruit. En je ziet het ook in de thema's. Mensen identificeren de partij met bepaalde thema's. Conor Rousseau is een van de meest populaire politici. Vooruit is er succesvol in geslaagd om zich in de markt te zetten als een uitgesproken sociaal-economische linkse partij. En ondertussen een beetje wat minder links te zijn op de sociaal-culturele dimensie. Dus wat migratie betreft. Bijvoorbeeld Conor Rousseau zijn Molenbeek-uitspraak is eigenlijk het herpositioneren van die partij, waardoor ze kan gededuaneerd worden voor bijvoorbeeld Vlaams Belangkiezers, ja, die ook sociaal-economisch links zijn, maar die vinden dat er flink moet geageerd worden tegen migranten. En Rousseau laat daar de ruimte voor. Dus ja, succesvolle herpositionering, zou ik zeggen. Oké, Open VLD dan, mevrouw Rutte. Want niet bij de opvallende elementen. 10,2 is de score voor Open VLD. U moet blij zijn dat CD&V zo de aandacht heeft afgeleid, want een goede score is het niet. Ja, maar ik bedoel, ik denk dat niemand blij kan zijn als je ziet dat het centrum helemaal verdwijnt en de posities extremer worden. Ik wil inpikken op wat de professor zei.
Er loopt wel een ander soort breuklijn, denk ik. Het is op dit moment zitten we in hele moeilijke en onzekere tijden. Er is een oorlog op de achtergrond. Het is qua energie allemaal heel moeilijk en heel onzeker of mensen hun factuur nog kunnen gaan betalen. Mensen vragen zich af of er zelfs een kernconflict komt. Dat is een onzekere periode. In een onzekere periode denk ik dat partijen die zekerheid en behoud bepleiten, sowieso een iets makkelijkere positionering hebben. Laten we vooral houden wat we hebben. We gaan voor jullie daarin zorgen. En ik denk dat mijn partij en ook de ideologie die de mijne is, het liberalisme, erin is die per definitie progressief is, verandering bepleit, dingen in beweging wil doen brengen. En dat is gewoon ook moeilijk, denk ik, in dit tijdsgevricht. Voor niemand gemakkelijk, bestaat geen recept voor. En toch, er is iets aan de hand, hè, bij de Open VLD. Wat we zien gebeuren bij de Open VLD-kiezers, opnieuw als we het door in de tijd bekijken, zien we dat de Open VLD-kiezers, er zijn er een aantal weg, degenen die er zijn, zijn linkser geworden. Die definiëren zichzelf als linkser dan voorheen. Hè? Dus als ze zichzelf zeggen, plaats je tussen links en rechts. Die hebben meer pro-klimaatstandpunten. Die zijn ook wat migratie betreft een beetje softer geworden. En als je kijkt naar de Open VLD'ers, voor welke partij die nog zouden kunnen stemmen, dan zijn dat niet de rechtse partijen. Dan zijn dat Vooruit, Groen, CD&V. Dus dat zijn centrum-linkse kiezers geworden. En dat is toch wel een heel opvallende evolutie. Dus uw partij heeft eigenlijk een links electoraat gekregen? Wel, het bevestigt wat ik daarnet wel zei. Alleen zou ik het etiket links niet opkleven, maar wel progressief. Hè. En dus links, denk ik, dat bij de meeste mensen wordt ervaren op de socio-economische as links. Dat is mijn partij duidelijk niet. Als je naar ons moet kijken, dan zeggen we eigenlijk, we hebben het hart links en de portemonnee rechts. Hè. Allee, heel simpel gezegd is het dat. En dus dat linkse hart is een progressief hart. D66 met in Nederland bijvoorbeeld. Uw partij is D66 geworden. Ja, we zijn Nederland niet. Hè. Maar een liberale partij is voor mij wel altijd per definitie een progressieve partij. Ik denk effectief dat wat de Wever daarnet zei, namelijk dat de conservatieven, ja, die zal hij ondertussen wel allemaal al bij elkaar verzameld hebben. Ja. Dus ja, maar die D66 moet de partij dan die kiezers niet eens beginnen gaan bedienen en ze ook zo gaan beschouwen? En vooral als je met die vraag naar de regering kijkt en naar voorzitter Lagarde, dan zie je pas welke moeilijke papieren Open VLD zit. De partij zit daar geprangd. Of laten we zeggen, voorzitter Lagarde heeft beloofd dat hij een regering zonder N-VA, dat hij niet in een regering zonder N-VA zal gaan. Dat weet u natuurlijk alles van. En daar zit hij tussen zijn premier en Boucher. Boucher die vrolijk en vrij een donkerblauw, open, liberaal verhaal vertelt. En de premier die heel erg naar het midden moet en die daar de strijd tussen PS en MR moet proberen te modereren. En Lagarde die wel graag kijkt naar Boucher, maar ook wel naar zijn premier terug moet. En de vraag is nu, hoe ga je als Open VLD in godsnaam positioneren in die regering? Eigenlijk zegt meneer Verhoeven, de partij heeft op dit moment de verkeerde leiding. Niet een D66-leiding, maar een VVD-leiding. Ik ben het daar niet mee eens. Onze leden hebben gekozen en ze hebben een heel duidelijk mandaat gegeven. Er is geen enkele betwisting over. Over Boucher, ik ben het ook niet mee eens dat u zegt van hij is dan maar de vrolijke liberaal. Wat hij doet, is het N-VA-verhaal vertellen. Hij vertelt dat in Wallonië, maar de facto maakt hij daardoor de N-VA sterker. Ik ben de donkerblauwe liberaal. Ja, maar hij zit in een totaal andere context. En ik heb sympathie voor de man en de manier waarop hij flamboyant aan politiek doet, maar vertaal dat naar het Vlaamse landschap en is dat de beste bondgenoot van de N-VA. Ja. En dat is niet wie wij vandaag zijn. Dat is ook niet de regering die wij leiden. Dat wil niet zeggen dat we een aantal grondwaarden... Maar het creëert wel een grote duidelijkheid. Wat liefst? Het creëert wel een grote duidelijkheid. Ja, en dat is denk ik wel iets wat absoluut nodig is blijkbaar in de... Ik zal me dan toch nog een beetje bij oude generatie zetten, niet zo lang geleden als 2005, maar toch... Ja, politiek vandaag vraagt blijkbaar weinig nuance en heel heldere positionering. Maar als u kijkt naar wat Open VLD moet doen, neem het BTW op elektriciteit. Daar zie je wat voor een probleem dat creëert als je in die moeilijke beslispositie zit. Ja, daar spreekt u tegen de verkeerde persoon, want ik heb eigenlijk altijd heel consequent voor een BTW-verlaging op elektriciteit. Professor, u spreekt ook in de peiling over het feit dat er zich een twee-stromen-land aan het ontwikkelen is. Wat bedoelt u daarmee? Is dat de herverkaveling waar we allemaal al zo lang op zitten te wachten? Een herverkaveling kan van boven georganiseerd worden door partijen, maar de facto gebeurt het door de kiezer. Ja. Dus je hebt eigenlijk een soort... Eigenlijk kun je zeggen dat het partijlandschap nu echt
aan het kraken is in zijn voegen. En ik denk dat we grote manoeuvres, lange termijn manoeuvres aan het meemaken zijn, waarbij we wellicht naar een meer symmetrisch partijlandschap zijn. Dat wil zeggen dat je een grote rechtse partij hebt, die hebben we al, de N-VA. Heb je een grote linkse partij? Het lijkt erop dat dat vooruit zal zijn. We hebben in Vlaanderen ook, en dat mogen we ook niet vergeten, PvdA groeit in elke peiling verder. Dus eigenlijk, je hebt het Vlaamse belang aan de radicaal-rechtse, maar je krijgt ook een radicaal-linkse oppositie in Vlaanderen. En dan, dus van die vier partijen ben ik relatief zeker, laat het mij zo zeggen. En van al de andere partijen, die moeten zich in dat meer bipolaire landschap een plaats zien te zoeken. En welke combinatie van standpunten ga je dat doen? Ik denk dat Groen bijvoorbeeld daar relatief makkelijk een plaats in kan zoeken, omdat Groen links-links is. Dus zowel op de sociaal-economische als op de sociale-culturele breuklijn ook duidelijk eigenaar is van klimaat. Groen zal geen partij van 20 of 30% worden, maar ik denk wel dat die genoeg eigenheid en identiteit hebben om het vol te houden. Aan CD&V, in dat veranderende partijlandschap, maak ik mij het meeste zorgen. En het minst... En de tweede meest zorgen over de VLD. Maar je hebt natuurlijk de liberale ideologie die de oudste ideologie van allemaal is. Hè? Ja, en die in heel veel landen, een liberale partij heb je... Ja, dus dat lijkt mij net zoals je overal socialisten hebt. Ja. Wel, het is liberaal zijn is eigenlijk een levenshouding. En ik denk ook wel dat dat niet gaat verdwijnen. Hè. Alleen moet je dat natuurlijk elke keer opnieuw herdefiniëren. Een liberaal vandaag is niet hetzelfde als een liberaal in 1830 of ergens daartussen. Maar het is Bart Ommelijn, een liberaal, die zegt van oké, we gaan samenwerken, we moeten samenwerken om te overleven met andere partijen. Mm-hmm. Dat is die herverkaveling die zich aan het voltrekken is. Gaat u daarmee akkoord? Niet met de manier waarop of met wat Bart heeft gezegd, laat mij even verduidelijken. Ik denk dat het inderdaad de kiezer is die het doet. Ik heb dat ook zelf geschreven. Hè. Het zal gebeuren, de kiezer ziet het al. En het zal naar mijn aanvoelen eerder van onderuit beginnen en dan doorsijpelen. Maar je ziet die doorsijpeling al komen. Wat niet werkt, is zeggen, oei, er zijn drie centrumpartijen die het alle drie wat slecht doen of wat minder goed, of zelfs vier, hè, allemaal rond de 10%. Laten we ze maar samen klutsen en dan tellen we dat op. Allee. Zo werkt politiek niet. Dus als iets fout zit als je klein bent, dan gaat dat ook nog altijd fout zitten als je gewoon samengaat. Ja. Het moet dus structureler, het moet dieper. Maar ik denk wel, en dan gaat het over samenwerking, dat we heel goed moeten beseffen dat de echte, tussen aanhalingstekens, vijanden waartegen democratische partijen strijden, hè, dat dat die extremen zijn. Want we hebben het hier weinig over het Vlaams Belang gehad, heel kort even over extreem links. Daar maak ik mij fundamenteel zorgen over dat als deze tendens zich blijft verder zetten en je blijft dat landschap uit elkaar duwen, dat het uiteindelijk de extremen zijn die het worden. Krijg je een Amerikaanse situatie. Een Amerikaanse situatie, ja. Maar de herverkaveling, zelfs al zien we ze nu beginnen misschien, 2024 nog niet, hè? Nee, daar moet je naar Frankrijk, even naar Frankrijk voor kijken om te zien welke wanhoop er nodig is voor partijen samengaan. Op links is er nu front aan het vormen op links, ja. Waarbij Mélenchon iedereen op links aan het opstofzuigen is. Want het zijn partijen, de PS, die had nog 1,5%. En zelfs die wordt nu, gisteravond, nog verscheurd door de vraag wat moeten wij opgeven. Enorme principes moeten ze opgeven over Europa, over de NAVO. Dus we moeten echt in de afgrond kijken. De afgrond, zegt u... namelijk de vooruitzicht, geen enkele een volksvertegenwoordiger te halen bij de volgende verkiezingen. En pas dan raakt zo'n partij met alle verdeeldheid van dien nog aan een samenwerkingsverband. Maar kartels zijn een beetje onnatuurlijk natuurlijk. Hè? Samengaan met anderen. Allee, net zoals gelijk welke andere organisatie is het belangrijkste doel van een partij te blijven bestaan. Hè? Dus dat is die inherente conservatieve tendens die eigenlijk in elke organisatie aanwezig is. Dus de bedreiging moet echt existentieel zijn. En kijk naar het verleden. Als we naar de kartels die we in het verleden hebben gehad, die terug uit elkaar zijn gegaan. Er was altijd één van beide partners die daar geweldig van heeft afgezien. Hè? Ja. Dus het is een kartel. Kartel is ofwel een opstapje naar één partij vormen, ofwel zal één van de twee, als je terug uit elkaar gaat, bloed één van de twee in zee. En de partijfinanciering, die zet ook een enorme rem op politieke vernieuwing en op samenwerking. Dat is denk ik ook problematisch. Goed, laten we naar een ander dossier van deze week kijken. Het stikstofakkoord van de Vlaamse regering hangt namelijk, zo bleek uit een commissie of een aantal commissies in het Vlaams parlement, met losse eindjes aan elkaar. En die twee eindjes aan elkaar knopen lijkt dus de moeilijke opdracht te worden voor de twee verantwoordelijke ministers. Hilde Krevits van de CD&V voor Landbouw en Zoal de Mier van de N-VA op het departement Milieu. Nu nemen we u eerst
eerst mee naar de eeuwenoude abdijhoeve in Averbode, want die dreigt over 3 jaar, dus in 2025, te moeten sluiten. Het was wel heel even schrikken, omdat we ons daar helemaal niet aan verwacht hadden. We waren ons wel bewust van de implicaties van het stikstofdecreet, maar wij dachten dat wij volledig in orde waren. Dat is een levenswerk, dit is een traditie van eeuwen. En dan krijg je dus een Vlaamse administratie die denkt, we gaan een telefoontje doen, we voeren in het logboek in, we hebben gebeld, het is afgecheckt. En 7 jaar later valt dan ineens het mes en is het afgelopen. Er is actie, reactie, er is bespreking mogelijk. En ik veronderstel, collega Zuhal, dat u dat ook de VLM alle inspanningen zal doen om elk dossier grondig te bekijken. Dat lijkt mij de logica zelf. Maar we moeten de mensen wel correct behandelen, natuurlijk. 41 landbouwbedrijven zijn nu rood. Kunnen rode bedrijven nog oranje worden? Nee, dat kan niet. Dus ook de boerderij van Averbode? Nee. Ja, Karel Verhoeven, een dossier dat uw krant al een hele tijd volgt. 41 bedrijven moeten dus sluiten. Hoe zijn we daar gekomen? Uiteindelijk, dit is het feit dat we de stikstof op bedrijven gingen richten, op individuele bedrijven, is een traject van verschillende jaren. Van in de tijd dat Averbode al zijn vergunning kreeg en dan daarna zijn ander nieuws. Wist de administratie drommels goed en de politieke verantwoordelijken, CD&V, dat er een enorm stikstofprobleem op ons afkwam, dat alleen maar erger zou worden. En men heeft zo lang als mogelijk een gewillige vorm van non-beleid gecreëerd. Schuldig verzuim? Ik denk dat je in die termen kunt gaan spreken, want wat je hier ziet bij de Averbode, is een zeer achterhoede gevecht, maar een zeer kundig geregisseerd achterhoede gevecht. Wat er nu aan de hand is, is er is dat stikstofakkoord. Er is een lang traject waarbij alle betrokkenen, ook de Boerenbond, mee hebben aangegeven. Laten we dat probleem vernauwen. Laten we dat probleem zoveel mogelijk ook de verhouding tussen natuur en landbouw. Laten we schuiven met gronden enzovoort. Heel ingewikkeld technisch dossier om uit te komen bij een aantal bedrijven, 40, en dat was voordien wat meer, die we kunnen warm saneren. En zo kunnen we er door geraken. Maar natuurlijk, dan heb je nu individuele casussen. En die zijn bijzonder handig om lobby op te voeren. En wat je hier ziet, is dat de agro-industrie, de boerenbond met name, perfect doet wat de farma-industrie doet. Je hebt een medicijn te verkopen, wel. Je hebt een kind waarvan het leven bedreigd is. Je voert dat op in de media. Vanzelfsprekend, je moet al een vreselijk hart hebben om dan daartegen te zijn. Het is de amechtige overheid die niet wil betalen. Goed. Ja, mevrouw Rutte, nee. Ja, ik verbaas me de laatste tijd wel meer over het feit dat ik de paters moet verdedigen, maar u mag ze toch wel een beetje meer krediet geven. Ja, maar komt u bij dit dossier terecht? Ja. Een liberale die... Ja, voor alle duidelijkheid, niet via de Boerenbond. Daar heb ik weinig of niks mee te maken. Maar het is Averbode. Averbode grenst aan Aarschot. Hè. Ik woon in Rillaar. Het is bij wijze van spreken mijn achtertuin. En ik ben daar vaak. Ik ben het landbouwbedrijf ook al eens gaan bezoeken. Ik ben de hele abdij gaan bezoeken. En toen in de media dan kwam, want het was dus via de media dat ik het vernomen heb, dat dat een rood bedrijf was dat moest gaan sluiten, dan dacht ik van, ja, maar dat klopt eigenlijk helemaal niet. Want ik wist dat het bedrijf nauwelijks 7 jaar geleden een vergunning had aangevraagd en een vergunning had gekregen precies om haar mestuitstoot te verminderen. Ik heb de vergunning opgezocht, ik heb alle adviezen opgezocht, ik heb de passende beoordeling opgezocht. En dus de oude toestand van voor 7 jaar geleden, hè, daar staat bij hoe vervuilend dat is en hoeveel stikstof er daar wordt uitgestoten, die lag hoger dan de situatie na de vergunning. En dat staat zwart op wit op papier. Dus je vraagt je toch af, hoe kan het? En toch dat moet dat bedrijf sluiten. Ja, en dat is dus gewoon mijn vraag geweest deze week. Als een bedrijf in februari 2015 een vergunning krijgt waar zwart op wit op papier staat dat de stikstofuitstoot lager zal zijn dan voor de vergunning, en in september van dat jaar wordt er ergens op een kabinet een lijst gemaakt, geschoven met zoekzones en beslist dat dat bedrijf rood is, men verzaakt het vervolgens 7 jaar lang om dat op papier te zetten en een brief te sturen. En dan zegt men doodleuk, het is gedaan. Hè? 900 jaar lopen er daar al beesten rond in Averbode, maar vanaf nu niet meer. Wat daar fout gegaan is in de administratie, is absoluut wat u beschrijft. Niet alleen de administratie. Maar tegelijk dat die vergunning op dat moment nog gegeven is, illustreert precies het non-beleid dat gevoerd is, de schaalvergroting, we hebben het vandaag... Een vergunning die gegeven is door de deputatie van Vlaams-Brabant. De abt heeft vandaag in de krant het verhaal gedaan van waarom ze schaalvergroting gedaan hebben. Met iemand van Groen als deputé. Het is, niet bedoel, de alle niveaus zitten erin. Alle niveaus zitten erin.
Alle partijen. Wat er wel was, is de abt. Ze kwamen tot het besluit, het boerenbedrijf moet gemoderniseerd worden. En de enige weg voorwaarts is schaalvergroting. Zelfs als zit je te midden van het natuurgebied. En zelfs dan zou je andere wegen kunnen bewandelen. En wat er dan gebeurt, is wat zoveel boeren meemaken. Hoge financiering. Ze moeten meer dieren hebben. Ze komen 130 melkdieren bij. Dan moeten er zoveel zijn omdat er machines moeten draaien. Enzovoort. Maar u laat een belangrijk deel weg. Het klopt uiteraard dat er meer koeien zijn gekomen en dat die paters, hadden ze mij ook gezegd, daar op zich geen vragende partij voor waren. Daar waren vooral financiële redenen voor. Maar in die vergunning staat dat de extra stikstof die wordt uitgestoten doordat men het aantal dieren vermeerdert, dat die wordt gecompenseerd door milderende maatregelen. Dat zijn er in de vergunning een zestal, die worden opgesomd. De voeding moest veranderen, het ras van die dieren moest veranderen. De stallen werden volledig gemoderniseerd. Er wordt aan ventilatie gedaan. Men heeft berekend wat de impact op de stikstofuitstoot zou zijn. En de conclusie was, zelfs met meer dieren ga je minder uitstoten dan in die oude, laten we maar zeggen, verouderde, want het was echt een ouderwetse boerderij die er tevoren stond. Wat ik beweer, is dat op het moment dat men in september Averbode op een rode lijst heeft gezet, men naar de oude situatie heeft gekeken en geen rekening gehouden heeft met de nieuwe vergunning. U zegt, het bedrijf moet blijven en moet van die rode lijst af. Wat ik vraag, is dat er maatwerk mogelijk is, dat men de dialoog aangaat met dat bedrijf. Ik begrijp dat ook die paters zelf zeggen, wij leven al eeuwen in harmonie met de natuur en met dieren. Praat daar dan mee en maak een oplossing. Maar zeggen, vanaf nu, 2025, zijn er geen dieren en is er geen landbouw met dieren meer mogelijk op een abdij die dat al 900 jaar doet. Kijk, dat is computer says no. In zo'n land wil ik niet leven. Dat helpt ons niet verder. Ja. Professor, want we hadden het net over de CD&V en de partij die het zo moeilijk heeft. Maar de Boerenbond, waar we het daarnet over hadden, is een van die standen van de CD&V die dan toch blijkbaar nog altijd heel veel macht en lobby kan inzetten. Maar dat is natuurlijk een beetje eigen aan alle organisaties, hè? Ook klimaatorganisaties lobbyen. Dus ik vind dat lobbyen... veel mensen beschouwen dat als iets vies. Ik denk dat lobbyen waarbij organisaties de belangen van hun leden verdedigen, dat normaal is, dat dat een normaal fenomeen is. Nu, ik wil me niet over dit dossier uitspreken of de rol die de Boerenbond speelt, maar het is natuurlijk wel zo dat de Boerenbond, ondanks het feit dat het segment van de bevolking dat in het boerenbedrijf zit heel klein is, dat die organisatie in verhouding daarmee eigenlijk relatief veel macht heeft. Vergelijk dat met vakbonden die meer dan de helft van de Belgen is gesyndiceerd. Ja, en ik denk dat... Ja, dus die verhouding zit wel een beetje scheef. Ja. Maar... Dus u zegt, in de sector van de landbouw heeft de Boerenbond veel meer macht dan de vakbonden in de sociaal-economische sector. Ja, dat zal ongetwijfeld het geval zijn. Omdat je natuurlijk ook heel die economische component hebt van de organisatie. Ja. Het is niet alleen... vakbonden zijn minder bedrijven dan bijvoorbeeld de Boerenbond. Dat zelf is met eigen winkels en eigen... Ja. Dus, maar... Goed, meneer Verhoeven, u zei daarnet van, goed, het wordt een case, hè, zoals in de farmasector. Gaat dit ook tot politieke spanning leiden? Is dit een probleem in de Vlaamse regering? Sorry? Van ze spreken leidt dit tot grote spanning, omdat het akkoord wordt opengegooid. En u maakt terechte bedenkingen, absoluut noodzakelijke bedenkingen, bij hoe de administratie daar te werk gegaan is. Maar wat je hier ziet, is dat er grote twijfel komt over de cijfers. En er is alle reden om over die cijfers, die stikstofcijfers en wat we daarover weten, om daar zeer over te twijfelen. We hebben een groot onderzoek gedaan, een paar maanden geleden, naar de 50 vervuilendste bedrijven. En daarvan bleken de cijfers op zelden te kloppen. En waar ze niet klopten, waren ze allemaal onderschat. Het probleem van stikstof is veel groter dan wat nu in de cijfers zit. Dus eerder dan te kijken naar welke bedrijven zouden eruit gaan, stelt het probleem zich omgekeerd. En bovendien staan we voor een verstrenging door Europa. Dus dit is een achterhoede gevecht waar Europa ons verder en verder zal dwingen. Als je natuurlijk naar één bedrijf kijkt, dan kan je dat een achterhoede gevecht noemen. Maar ik ben het er niet mee eens, want er is iets veel fundamenteler dat erachter ligt. We hebben zo'n akkoord nodig. En ik heb ook al gezegd in de commissie, ten aanzien van de minister, een stikstofakkoord is nodig. Want we lopen echt anders tegen de muur aan. En waarschijnlijk is de kop veel te lang in het zand gestoken. Maar dat wil nog niet zeggen dat je daarom moet zeggen, er is een politiek akkoord waar fouten in staan en we kijken daar niet meer naar. Want wat gebeurt er dan? Wat er nu bezig is, is dat je eigenlijk volledig een situatie van rechtsonzekerheid creëert. Als je een vergunning krijgt en je vraagt als bedrijf of het nu een landbouwbedrijf is of een ander bedrijf, je vraagt een vergunning aan, dan vertrouw je op die overheid dat de adviezen die ze geeft, de beslissing die ze neemt, dat die in orde is met die wetgeving, dat die cijfers wel kloppen, dat ze je informeert, dat ze je niet belt, maar dat ze je een brief stuurt. En dat je vervolgens zegt, nu heb ik gedurende
20 jaar, 10 jaar, looptijd van de vergunning, rechtszekerheid. Als men dit toelaat, dan is morgen elk bedrijf, niet alleen de landbouwbedrijven, maar elk bedrijf niet langer zeker van de vergunning die ze gekregen hebben. En dan zitten we echt, denk ik, ook qua welvaart op een heel hellend vlak. En dan zijn we verwonderd dat uit de peiling blijkt dat mensen eigenlijk ja, bezorgd zijn om de werking van de democratie, professor? De betrouwbaarheid van de overheid is heel belangrijk. Dus ik denk dat het het allerbelangrijkste is dat een overheid consistent, transparant... Blijkt dat schijnbaar dat is dat niet het geval. Ik heb het dossier niet in detail gevolgd, maar dus de betrouwbaarheid van de overheid, dat mensen investeringen kunnen doen. Bijvoorbeeld ook zonnepanelen op hun dak leggen. Ook daar hebben we eigenlijk een soort van contractbreuk gehad. Misschien was de subsidiering daarvan te genereus, maar plots halverwege, als mensen investeringen hebben, dat is bijzonder. Dat is bijzonder nefast. Wat nu belangrijk is, is dat er loopt een openbaar onderzoek en daar komt de politieke spanning van. Als je een openbaar onderzoek doet, moet je iedereen de kans geven om argumenten en bezwaren in te dienen en moet je die vervolgens ook met open vizier bekijken en beoordelen. Dat heeft de minister-president deze week in het parlement gezegd en ik was eigenlijk blij om dat te horen. Want als je natuurlijk zegt, oh, er is een politiek akkoord, we gaan wel een openbaar onderzoek doen, hoor, maar we gaan daar wel geen rekening meer mee houden. Hè? We gaan daar niet van afwijken. Ja, dan zet je alles op de helling. Wat ben je dan aan het doen? Poppenkast. En ten tweede, wat ik niet snap, is dat ik nu al meer dan een week vraag, weet mij eens te zeggen op basis waarvan men die 40 bedrijven in 2015 op die rode lijst heeft gezet. Daar zou ik graag een antwoord op hebben. En ik vind het niet normaal dat een dergelijk belangrijke beslissing dat men daar dat antwoord niet op kan geven. Want dat geeft de indruk dat men nu argumenten aan het zoeken is waarom ze toen op een lijst stonden. Kijk, allez, dat is niet meer serieus. Dat is heel moeilijk om in zo'n land te functioneren. Oké, goed. Dat is het einde van deze afspraak op vrijdag. En daarmee is weer een politieke week netjes neergelegd. En zoals altijd dank ik mijn gasten voor de deskundige hulp daarbij. Gwendolyn Rutte, Stefan Walgraven en Karel Verhoeven. En u, dames en heren, dank dat u er weer bij was. En tot volgende week.